Vorige week kregen we in FC Groningen TV een rondleiding van Michael De Leeuw in het stadion van zijn huidige club Chicago Fire. Hoe anders is voetballen in de Verenigde Staten voor De Leeuw en zijn teamgenoot Johan Kappelhof? Op sommige punten inderdaad anders. Zo worden de spelers 20 minuten na de wedstrijd geïnterviewd in de kleedkamer. Ja, nu ben ik er wel weer aan gewend, maar de allereerste keer vond ik het ook een beetje apart. Weet je wel, journalisten die in de kleedkamer staan terwijl je nog aan het douchen bent of je zit nog in het bad. Dat is in het begin wel apart, maar ja, je went er wel aan. Het is in het begin is het raar, maar ja, weet je, alles went op een gegeven moment. En dit went ook wel weer. Hoe is dat om hier geïnterviewd te worden? Was wel even wennen in het begin, maar het is blijkbaar heel normaal in Amerika om dat te doen. Ook met andere sporten is het zo. Dus ook met het voetbal. Dus in het begin was het even wennen, maar daar ben je zo aan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je net uit onder de douche vandaan komt en dan staan hier allemaal journalisten. Ja, klopt. Ja, vooral dat was even wennen natuurlijk. Dat je niet echt de privacy hebt, maar daar weet je wel mee om te gaan. En het is ook wel leuk dat het op deze manier is. Ik denk ook voor de journalisten. En wij moeten daar maar mee omgaan. Ik zag dat jij voor de wedstrijd ook werd geïnterviewd. Dat is in Nederland eigenlijk not done. Klopt, voor de wedstrijd word je geïnterviewd. Je wordt in de rust. Kun je een interview en dan, ik denk dat ze een beetje roleren. De ene keer, kijk, als jij in de voorrust 2 goals hebt gemaakt, dan word jij in de rust natuurlijk geïnterviewd. En het is meestal een minuutje, maar dat is ook anders inderdaad. Zijn er nog meer dingen anders hier? Natuurlijk voor elke wedstrijd de National Anthem, volkslied. De kleedkamers zijn wat anders. Dat kan je wel zien. Ja, je hebt een mooie eigen plek. Ja, klopt. Met een mooie foto. Maar voor de rest ja, is het wel een beetje hetzelfde, denk ik. Ja. Kappelhof en De Leeuw speelden ruim 3 jaar samen bij FC Groningen. Nu zijn ze dus weer ploeggenoten in Amerika. Hoe is het om samen met Johan hier te spelen? Ja, leuk. Was wel grappig. Kijk, voor mij was het natuurlijk ook wel handig, want ik kwam wat later dan Johan. Dus hij heeft mij in de nieuwe start eigenlijk een beetje meegenomen, maar alles een beetje laten zien. En hetzelfde geldt trouwens voor John Goossens. Wat natuurlijk ook wel fijn is als je hier bij een nieuwe club komt, als er dan 2 Nederlanders zitten, die je wegwijs kunnen maken. Ik heb het erg naar mijn zin. Privé, mijn familie is erg op ons. We zijn erg op ons gemak in Chicago. Mooie stad. Vorig seizoen was het een zwaar seizoen. We hadden het niet zo heel goed gedaan, maar. Over dit seizoen heb ik een heel goed gevoel over. We zijn goed begonnen, dus dit moeten we zien vasthouden. Als dat samen, privé en op de club, als dat goed gaat, dan is het helemaal top. En ik hoop dat we zo doorgaan. Ja, want je hebt natuurlijk ook nog andere Nederlanders in jouw team. John Goossens, nou ja, geblesseerd geraakt, maar veel meer opgetrokken. En natuurlijk Michael. Maakt het ook prettiger dat je jongens hebt die je kent om je heen, zeg maar? Ja, zeker. Het maakt het heel wat makkelijker ook als wij op reis zijn. Want we zijn heel veel op reis. We hebben de vrouwen wat aan elkaar en de kinderen kunnen met elkaar spelen. Als je dingetjes wil weten of zo, kan je even een WhatsAppje in het Nederlands sturen of even bellen. Dat is wel lekker en af en toe wat met elkaar doen, niet te vaak. Maar dat is wel leuk natuurlijk, als je dat kan hebben. En we hebben het geluk dat dat kan. Yeah.